Tape man, gordels om, binnen spiegel, buiten spiegel checken, 100. Smooth. Hey Serino, of wat dan? Gooi wat op man. Yo Nigel, 110. Zie, 120. Ik rijd naar mijn boy, hij woont in Eiburg. Ik zie hem niet vaak, we hebben kei druk. We zitten hier naast Gregor Breinburg. Ik zal een paar vragen stellen over racisme en discriminatie in verband met het evenement zaterdag 21 maart, Antiracisme-dag. Hoi. Hoi. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Kan beter. Even blessure, maar... Ja, gefeliciteerd trouwens voor gisteren. Even ja. Overwinning. Ja, het was een mooie overwinning. 7-0. Nee. Ik vroeg me af, ben je wel eens uitgescholden of uitgeroepen door je fans en supporters? En wat werd er dan gezegd? Ja, vooral door de tegenstanders. Meestal niet door je eigen fans natuurlijk. Ja. Meestal als je tegen andere clubs speelt, roepen ze wel vervelende dingen. Bijvoorbeeld omdat ik donker ben, apels of weet ik veel wat, of ja. Zwarte. Maar ja. Ja, in principe doet me niet echt veel. Met mensen zie ik geen verschil tussen mensen. En ja, ik vraag me dan eigenlijk af, wat zou je zeggen tegen de mensen die dat dan wel zien? Die daar heel erg moeite mee hebben om iedereen gelijk te zien? Ja, dat is lastig te zeggen, want als die mensen zelf ook worden gediscrimineerd, dan weten ze hoe andere mensen zich ook voelen. En meestal zijn dat, ik noem dat gewoon pestkoppen in principe. Ja. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Ik vind gewoon iedereen is gelijk. En het maakt niet uit wat voor kleur, nogmaals, wat voor kleur, wat voor afkomst. En ik vind dat gewoon minder. Moeten de regels aangescherpt worden voor de voetbalsupporters als er gediscrimineerd wordt? Ja, vind ik wel, maar dat is moeilijk te peilen. Want meestal zijn er van de 100 misschien 2 of 3. Dus ja, of je moet ze verbod geven, maar ja, ik vind het echt lastig te peilen om dat te bepalen wat je daarmee gaat doen. Je wilt niet dat de voetbalsupporters... Ik wil niet dat de rest de dupe is van bijvoorbeeld de appels in principe. Ja. Oké, heb jij dan een idee hoe je het zou kunnen doen? Of hoe je het... toch zo ver zal krijgen. Ja, het is moeilijk om te bepalen ook wie dat is. Als je een hele groep hebt, en dan kan je echt niet zien van hij was het of zij was dat die dat zei. Ja. Maar ik vind het gewoon als club zijn, dan moet je gewoon de strijd tegenaan gaan tegen zulke supporters. Dankjewel voor je tijd. Ja, alsjeblieft. Nog een fijne dag. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Ja man, we zijn daar. Eindbestemming bereikt. You know what time it is. Heel goed, goedemorgen. We zitten hier in de studio van Kampras. En de New Arts, welkom. Ik ben Daniel. Ik zit hier naast Rocher de Nieuwe Dam. Jullie kennen hem onder andere meer van Deudeu, Zo Moeilijk, Kampras, Nijmegen, Topnotch NL. Rocher, welkom. Deudeu, welkom. New Arts. New Arts Nijmegen, welkom. Nou, Rocher, laten we de eerste vraag aanbrengen. Wij hebben een antiracisme-dag georganiseerd. Wat vind jij van het initiatief daarvan? Heel goed. Mm-hmm. Ik vind de afgelopen jaren worden we steeds bewuster van racisme, omdat het steeds... Ja, de afgelopen jaren is het vaker naar boven gekomen, weet je. Mm-hmm. Met de komst van Geert Wilders, met aanslagen hier en daar, en met 5 december, Zwarte Piet, weet je. Dan zie je toch wel dat mensen daarmee bezig zijn. En dat is spijtig, maar goed dat er in ieder geval aandacht voor is. En dat zou eigenlijk vaker moeten gebeuren. Mm-hmm. En dat zou eigenlijk overal opgepakt moeten worden. Oké. Heb jij zelf ook wel eens gediscrimineerd? Weet ik niet. Volgens mij, kijk, weet je wat het is? In je hoofd gebeurt het wel, weet je? Als ik zie dat er, als er bijvoorbeeld op zo'n selfie van Leroy Fair, weet je? Ik weet niet of jullie dat meekregen. Hij had een selfie had gepost en daar waren reacties op gekomen. Als ik zulke reacties zie, dan krijg ik een heel naar gevoel naar dat soort mensen toe. Weet je, dan denk ik bij mezelf, en dan in je hoofd discrimineer je dan ook, want ik heb wat tegen dat soort mensen, weet je. Mm-hmm. Ik heb wat tegen dat soort mensen die zulke uitspraken hebben, die zulke ideeën hebben, ja, daar heb ik wat tegen. En
onbewust discrimineren dan ook. Weet je? Het is niet dat ik het uitvoer of dat ik ga in, witte klootzakken of dit. Nee, dat zal ik nooit doen. Maar in je hoofd gaan er wel dingen spelen van, wat bezielt die mensen, weet je? Waar komt dit vandaan? Hoe gek, hoe ziek ben je, weet je? Vind je dat over het algemeen hebben wij in Nederland een vrijheid van meningsuiting? Heb je niet het idee dat het te ver wordt omschreven, ja, als het ware? Ja, want wat ik je net al zei, kwetsen is ook een vorm van vrijheid van meningsuiting, weet je? Maar waarom zou je elkaar kwetsen? Ja. Is toch erg? Zeker. Is van de sotte, je moet er gewoon met elkaar samenleven, gewoon in samenhorigheid. Je doet het met z'n allen, je doet het samen, weet je? En vrijheid van meningsuiting is tot daar. Tuurlijk moet je je mening ergens over kunnen geven, maar je kan elkaar niet kwetsen. Dat is geen vrijheid van meningsuiting, dat is kwetsen, weet je? En daar ben ik op tegen. En dat moet ook, ja, of het nou gestraft moet worden, het moet aangepakt worden. Want je kan elkaar niet zomaar kwetsen. En dan zeggen dat het vrijheid van meningsuiting is. Dat is een onzin. Zeker. Ja. Zeker, belachelijk. Ja. Ja, dit waren de enigste vragen die ik tot nu toe kon bedenken. Zaterdag kom ik je ook checken, hè? Jij gaat zaterdag optreden. Mm-hmm. En ik ben erbij. Ik kom jou sowieso supporten en ik kom jou checken. Dat is goed. Super. Ja? Yes. Doop. Nou, dit was het interview met Koskovic Deudeu van New Arts. Naar Nijmegen, 21 maart, Antiracisme Dag. Kom langs, check it, that's it.